Bafleenders, het European Rural Parliament, neergestreken in Veenhorst. Ja, voor jullie als organisatie gaat het nu beginnen? Dit is wel die day. Ja, we hebben vandaag alle gasten uit heel Europa die aankomen. Dus shuttles naar Schiphol, naar Wezen, naar Eindhoven Airport, naar stations, noem maar op. Alle mensen die vanuit heel Europa deze kant op aan het komen zijn. Dus dat is even een klusje. Ja, ja, maar wel stressen? Nee, stressen nooit. Nee. Het is gewoon ontzettend goed voorbereid allemaal. En ja, je weet, als je zoiets organiseert, op het laatste moment gebeurt het. En dan moet je soms improviseren. Maar als je zulke geweldige vrijwilligers hebt als waar wij mee mogen werken deze dagen, ja, dan lukt alles. Wat is nou eigenlijk dat ERP 2017? Dat is een hele goeie. Dat hebben ze mij een aantal maanden geleden ook uitgelegd. Het is, het staat voor European Rural Parliament. Wat helaas dan alleen maar te vertalen is als Europees Plattelandsparlement. Maar daarmee vind ik, het doet zijn naam niet echt... het is meer dan wat het lijkt. Je moet je voorstellen dat hier vertegenwoordigers zijn van 150 miljoen Europeanen. Die hier 4 dagen lang gaan vergaderen, ervaren, op expeditie gaan. Creativiteit, als het goed is, opvoelen, borrelen. Om bepaalde typische plattelandsproblemen die zij ook hebben. Om die te gaan tackelen in de komende jaren. Lopen wij hier in Nederland dan een beetje voorop? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Als je gewoon kijkt, bijvoorbeeld hier in Veenhorst, maar denk ook aan Elsendorp, waar pas weer het hele zonnepanelenverhaal is losgebarsten. Ja, dat komt van onderuit. Dat komt vanuit de bevolking. En ik denk dat dat wel iets is waar we hier, en zeker in Oost-Brabant, waar wij wel heel sterk in zijn. En ik denk ook dat die delegaties uit het buitenland daar zeker van kunnen en willen gaan leren. Ja, wat betekent dit voor Gebert Bakel? Een hele hoop gedoe. 4 dagen lang. Dat sowieso. Kijk, een aantal expedities. We noemen het geen excursies. We noemen het bewust expedities. Omdat ze echt mee gaan maken ook. Spelen zich daar af. En mensen uit heel Europa kunnen dus bepaalde voorbeelden zien. Hoe zaken daar geregeld en georganiseerd zijn. En ja, nemen dat waarschijnlijk wel mee naar huis. En ja, het kan zomaar dat er dadelijk bijvoorbeeld over de Peelrandbreuk nog eens een telefoontje komt uit Albanië, Moldavië, noem maar op. Jongens, hoe hebben jullie dat toen opgepikt? Hoe is het talenschat van Bas Leenders? Die is best wel in orde, gelukkig, ja. Mijn Engels, dat gaat er net zo makkelijk uit als mijn Nederlands, gelukkig. En dat is ook wel nodig. Ja, er zijn niet iedereen die Engels praat hier, geloof ik, hè? Nee, maar we hebben op een gegeven moment wel heel duidelijk gemaakt. Ja, jongens, voertaal bij het hele evenement wordt Engels. Anders dan heb je een heel versleten talenknobbel na 1 dag al. Dus we houden het lekker op het Engels. Dat is wel zo makkelijk. En nu maar hopen dat het snel zaterdag is? Nee, er zitten echt wel een aantal dingetjes in waar ik echt naar uitkijk. En waarvan ik denk van, nou ja, goh, als dat zover is, dan is dat weer bijna afgelopen. Jammer. Elke dag heeft zijn eigen thema, zijn eigen programma en hopelijk ook zijn eigen sfeertje. Ik zal het leuk vinden om mijn vrouw en kinderen weer eens te zien. Dat in elk geval wel, daar kijk ik wel naar uit. Maar ja, het is, ik heb van de week tegen iemand hier in Veenhorst gezegd, het is net carnaval. Je bent maanden aan het voorbereiden en het begint en voor je het weet is het voorbij. En dat gaat hiermee ook zo zijn.